sta hier op het MAS, het Museum aan de Stroom in Antwerpen. Want in deze stad zit de vestiging van een ons bedrijf, een showroom. En we richten onze blik voor de verandering eens op de vloer. En nee, het gaat niet over de stoeptegels hier op het MAS in Antwerpen, maar over gietvloeren. In deze aflevering van Made in Os laten we zien hoe DRT-vloeren een naadloze vloer giet. Er zijn maar liefst 50 verschillende vloerafwerkingen mogelijk. In deze showroom aan de Schelde in Antwerpen liggen verschillende gietvloeren. En particuliere klanten en architecten komen hier naartoe om een gietvloer te vinden voor hun woning of project. Het hoofdkantoor van DRT Vloeren is gevestigd in Os. Vanuit dit pand vertrekt jaarlijks 500.000 kilo materiaal. En daarmee worden 1750 vloeren gelegd. En die vloeren worden uiteindelijk dan maar 1 tot 6 mm dik. Jij bent een van de directeuren van dit bedrijf. Hoe is DRT opgericht? Het bedrijf is opgericht in 1983 door mijn ouders. Initieel naast de lopende functie van mijn vader. En na een jaar of 10 zijn ze voor zichzelf begonnen. En mijn broer en ik zijn al zo'n 10 jaar werkzaam binnen de organisatie. Een heel gezin in één bedrijf, hoe houden jullie het leuk? We houden het best leuk. Met name omdat wij heel duidelijk onze takenpakketten hebben opgesplitst, mijn broer en ik. En daarnaast onze ouders zich niet meer bemoeien met beleidsmatige zaken, waardoor daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Ja, en het bedrijf is ook heel erg gegroeid in de afgelopen jaren. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Klopt, absoluut. Ondanks de crisis is onze omzet in Nederland vrij stabiel gebleven. En daarnaast hebben wij een vestiging in België geopend en die omzet is er bovenop gekomen. Dus ik denk dat wij elke dag gemiddeld met een man of 50, 55 aan de slag zijn. Gietvloeren worden bijvoorbeeld gelegd in grote industriële bedrijven, winkels, praktijken, woningen. Maar waar een vloer ook wordt gelegd, het is sowieso meerdere dagen werk. Hier in deze praktijk voor fysiotherapie legt DRT een nieuwe gietvloer aan. In dit geval een bijzondere situatie, want er ligt al een 10 jaar oude vloer. En kan daar nou gewoon overheen gegoten worden? Ja, dat kan. We moeten wel een aantal maatregelen treffen. Dat is de vloer ontvetten. En we gaan hem opschuren, zodat we weer een mechanische hechting hebben. Ja, en letten jullie nou ook nog precies op een aantal dingen tijdens de voorbehandeling? Ja, we lopen de hele vloer naar of dat er eventueel beschadigingen zitten die we moeten herstellen. En we zullen hoogtes aan moeten passen door middel van strips op de bestaande gietvloer te plaatsen. En uiteindelijk komt hier hoeveel kilo aan materiaal te liggen? 2,5 kilo de meter. En in het totale plan komt 850 kilo gietvloer. Wat voor materialen gebruiken jullie? We gebruiken epoxies, polyurethanen, acrylaten, cementgebonden egalisaties en stempurcombinaties. Allemaal hele moeilijke termen, maar wat betekent het? Dat zijn eigenlijk allemaal producten op basis van chemische bestanddelen. Of op basis van cement of combinaties daarvan. Ja, chemisch. Wil dat zeggen dat jullie ook rekening moeten houden met bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld het weer? Ja, zeker. We moeten rekening houden met 3 factoren. Relatieve luchtvochtigheid, de ondergrondtemperatuur en de omgevingstemperatuur. Want anders, wat gebeurt er dan? Diverse factoren. Het vloeigedrag kan veranderen. Het wordt of dikker of dunner. De kleur kan wijzigen. De technische kwaliteit van de producten kunnen af gaan wijken. Vandaag zijn jullie aan het aflakken. Waarom moet je daar een pak voor aan? Om te voorkomen dat er stof in de vloer komt.
En dan moet je ook die rare slofjes aan die ze allemaal dragen. Ja, anders komt er alsnog stof in de vloer door ons sokken. Ja, en dat aflak, hoe gaat dat? Want ze zijn allemaal bezig met rollers. Hoe gaat dat? Ja, dus twee lagen per dag. Eerste laag is 80 gram. Dus lekker dun. En dan kunnen we kijken of er toch stof in de vloer zit. Kunnen we alsnog tussen de eerste en de tweede laag kunnen we weghalen. En dan doen we de tweede laag, zetten we 100 gram. En dan weten we zeker dat het heel mooi mat is. Ja, en dan zie je zo'n vloer. En denk je dan op naar de volgende klus of ga je dan nog even nagenieten? Ja, op naar de volgende klus. Hier sta ik bij een industrieel project. Bij een bedrijf dat voorgesneden groenten en fruit levert aan supermarktketens. Maar daar is nu niks meer van te zien. En dat is meteen ook het grote verschil tussen een nieuwe gietvloer aanleggen bij een woning, een praktijkruimte of bij een industrieel bedrijf. Want hier moet een deel van het productieproces worden stilgelegd om een gietvloer te gieten. De gietvloer in de praktijkruimte is een esthetische vloer, dus over het algemeen een mooie vloer qua uitstraling. De vloer die we hier aan het leggen zijn is hoog chemisch en hoog temperatuurresistent. Dus deze vloer moet een hoge temperatuur kunnen hebben en een hoge belasting kunnen weerstaan. En wat zijn ze nu aan het doen? Nu zijn ze de laatste laag aan het aanbrengen en dat is ook wel de topcoat genoemd. Wat is nou het grote verschil voor jullie als medewerkers? Want het is hier alleen al lawaaierig en koud. Ja, het is inderdaad, zoals je al zegt, lawaai is een omstandigheden waar je mee te maken hebt. Maar met name de temperatuur. Je moet er zelf voor zorgen dat die temperatuur omhoog gaat om het product uit te laten harden. Ja, en het is een veel grotere oppervlakte. En het moet nog steeds in een dag af. En zo worden de vloeren van DRT gemaakt. En bij zo'n designvloer hoort natuurlijk ook een strak interieur. En dan zit ik in Antwerpen in ieder geval goed. Ik ga nog even winkelen.